Kalian Sams, er zijn verschillende manieren om een EK te beginnen, maar een cycle slaan, oftewel honkslag, tweehonkslag, driehonkslag en een homerun, daar droomt zelfs iemand als jij van, denk ik. Ja, natuurlijk droomt iedereen ervan. Ik heb er altijd wel van gedroomd om het een keer te doen. Het is vanavond gelukt, dus ik ben er echt heel blij mee. Ik zal het altijd onthouden. Ga je dan met een ander gevoel aan slag als je al 3 van de 4 hits hebt geslagen? En die vierde moet er dan nog komen? Nou ja, ik probeerde mezelf een beetje onder controle te houden bij de derde. Ik zag alle honken bezet en ik dacht, ik moet gewoon een goede swing maken nu. En het ging goed. Het ging goed, dat is het understatement van het jaar. Je slaat een cycle. Hongerliefhebbers vinden dat waanzinnig. Jij zelf ook. Wat hou je eraan over? Een mooie herinnering, daar hou ik eraan over. Dit is het enige wat ik kan. Het was natuurlijk heel erg mooi om het mee te maken. En het gebeurt vanavond. Geen wedstrijdbal die je krijgt of zoiets? Ik heb net een bal gekregen, de homerunbal van een speler. Dus die ga ik aan mijn moeder geven. En dan zijn we weer terug op aarde met beide benen. Die ga ik aan mijn moeder geven. Ja, tuurlijk. Mijn moeder is altijd voor me geweest en een heel belangrijk persoon voor mij natuurlijk. Dus ik denk dat ze dat wel heel erg waardeert, aangezien ze me al 1 jaar of 6 niet heeft zien spelen in Nederland. Dus dit is voor haar de eerste keer sinds 2006. Jij begint fantastisch aan het EK, maar Oranje natuurlijk ook. 17-0 tegen België. Ja, tuurlijk. Het gaat niet om mij, het gaat om het hele team. Ik vind dat iedereen goed gepresteerd heeft en iedereen deed zijn eigen job. Dus hopelijk kunnen we dit blijven doen en de rest van het toernooi gewoon winnen. Maar de verwachtingen zijn nu nog hoger gespannen als dat ze al waren. Als je met 17-0 begint, het publiek wil altijd meer en meer. Ja, dat is natuurlijk wel riskant. Maar zoals ik zei, we moeten gewoon ons eigen spelletje gaan spelen en wedstrijd voor wedstrijd pakken. Italië wint dik van Kroatië, Nederland wint dik van België. De toon voor dit EK is weer gezet. Ja, zeker. 17-0. En ik weet niet wat ze hebben gedaan. Ze hebben gewonnen, hoorde ik. Maar ik hou me niet echt heel erg bezig met andere teams. Ik hou me bezig met mijn eigen team. En wij gaan er gewoon helemaal voor. Is dit het toewerken naar zondag 16 september? Tuurlijk. Maar zoals ik zei, ik neem het dag bij dag, pitch bij pitch. Dus ik kijk uit naar de morgen en dan zien we dan alweer. Perfect. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Hey, oh, sorry. Ik ga even kijken of ik Benjamin...